Hey, goedemiddag, Marion. Goedemiddag. Uit eigen streek. De winkel met de streekproducten. Inderdaad. Ja, wat leuk. Alleen maar streekproducten verkoop je hier? Groot deel wel. Ook uit andere gebieden wel, maar ook uit de regio. Noord-Holland, hier uit de regio. Producten uit Hollandsgroen, Texel, ja. Gagen. Komt overal vandaan. Heel veel uit het Waddengebied. Oké, ja. Want daar hoort Wieringen natuurlijk ook bij. Ja, en we zijn gelijk ontstaan met Texel, dus we zijn ook een Waddeneiland. Ja. Ja, leuk. Nou, Texel zie ik hier meteen met het bier. He? Ik zie hier... Ja, daar staat Texel natuurlijk ook wel bekend om. Sinds eind vorig jaar heb ik het Texeler bier erbij. Die hebben een mooie cadeauverpakkingen en verschillende smaken. Het is toch heel leuk om weer een streekbier erbij te hebben. Het Wieringer bier is er helaas niet meer. Dat hebben we ook een hele tijd gehad. En ik heb ook van uit Den Helder, van de Helderse brouwerij. Ja, brouwerijen zijn er tegenwoordig overal, hè? Ja. Heb je dan ook heel veel soorten of valt dat wel mee? Nou, ik heb nu van twee brouwerijen. Drie moet ik zeggen, want ik heb ook uit Zeeland. Dat is dan zeezuiver, vond ik wel een leuk bier. Met name voor een biertje. Hey, ik ben eigenlijk op zoek naar inderdaad wat leuke streekproducten. Het liefst uit de kop van een Holland. Ja. Dus ik hoop dat je me daarmee kunt helpen. Ja, want is natuurlijk al, hier op de toonbank heb ik ze ook staan. De Wieringer jodenkoeken. Dat is... Mag dat nog, jodenkoek? Ja, maar het zijn jodenkoeken, hè? Geen jodenkoek. En de Wieringer koeken, die worden al sinds oudsher door de bakkers hier gemaakt. En er waren heel veel bakkers en er zijn er steeds minder ondertussen. Mm-hmm. Maar degenen die er nog zijn, die maken ze nog wel. En die hebben dan weer recepten van de oude bakkerijen of uit familie. Maar er zijn, deze komt echt van Wieringen? Ja, dus echt, dat werd alleen op Wieringen gemaakt. Een grote jongen. Ja, die zijn flink hoor. Daar kan je wel mee ontbijten hoor. Ja, precies. Zijn die populair? En als we bijvoorbeeld op evenementen staan en ik neem ze ook mee naar de weekmarkt in Schagen en naar de zeeverse vismarkt. En dat ziet er natuurlijk al prachtig uit, zo'n grote ronde koek. Dus dan, dat is echt een tractatie en iets heel leuks. En ze zijn ook nog eens lekker. Ze zijn lekker zoet, maar ook niet te zoet. Dus En je kan hem ook gezellig door de midden breken hoor. En hij is groot genoeg om te delen. Ja, dat is waar. Dat wordt die neem ik zo direct in ieder geval dat mee. Wordt al meestal gedaan hoor, het delen. Zet hem alvast neer, want die nemen we dan zeker mee. Hey, maar jong, wat is nou eigenlijk het populairste streekproduct? Waar komen de mensen echt voor binnen? Ja, dat is toch wel sinds ook alweer meer dan 10 jaar of zo. Ook de knoflookproducten van Biesheuvel. Het was eerst alleen de versgehakte knoflook. Die knoflooksoort wordt echt hier in Wieringermeerpolder geteeld. En daar zijn onderhand een hele serie producten van gekomen. En dat is de versgehakte knoflook. Die kan je zo een lepeltje door je gerecht doen. Of je nou vlees maakt of roerbakgerechten of kruidenboter. Je kan het er zo doorheen doen. Je hoeft niks te pellen of te doen en je kan het in de koelkast bewaren. En daar zijn ook marinades van gemaakt voor saté, voor garnalen en voor groenten. Want dat is allemaal van Biesheuvel? Groente en vlees, ja. En die zit dus ook hier ergens in de buurt? Ja, hier vlakbij. Dat is in Sloodorp. Dus dat is Wieringermeerpolder. En, zijn die al lang actief? Ja, die zijn al heel lang actief. Want, ik denk dat ik zelf dat ze al begonnen zijn in 2005 of 2006 of zo met die verkoop, of misschien wel eerder. Dus dat is al een behoorlijk tijdje. Het is ook lekkere knoflook. Ja, heel erg lekker. Want de mayonaise is zo lekker omdat er versgehakte knoflook door zit. Heel veel knoflook mayonaise zit natuurlijk poeier in. Mm-hmm. Dan wordt het knoflook tot poeier ingedroogd en dit is echt verse gehakte knoflook. Het is wel wat korter houdbaar, maar het is wel juist extra lekker door die verse knoflook. En dat is met de aioli ook zo. Hey, dus de wand vol met streekproducten. Komt het dan ook echt allemaal hier uit de Noordkop of zit er ook wel wat? Ja, er zitten ook producten bij die een heel groot deel komt uit het Waddengebied. Dus heel veel cranberry, met cranberrybessen erin, met duindoornbessen, met de duinjam is een mix met blauwe bessen, zwarte bessen, dat soort dingen. Daar, dat komt
uit de hele regio langs de Waddenzee, zou ik maar zeggen. En dat wordt door Waddendelicatessen gemaakt. Mm. Ik heb honing van Regina, die komt echt hier uit de Kanso, Geschagen, die streek. En iets wat ook al, dat is er ondertussen ook al heel lang. En door het mooie, het warme weer in Nederland doen de kersen het heel erg goed. Dus de kersen jam, kersensaus voor lekker over ijs in de zomer. Dat was een aangerecht. Ambachtelijke kersenjam, maar ik zie geen. Waar komt dat vandaan? Uit Nieuwe Niedorp. Oké. Okay. Oh ja, Nieuwe Niedorp staat er. Ja, dat is van Siem Entjes fruit. Bij de wijn staat hij zelf ook op de foto, maar die, die heeft. Kersen en ook appels, maar de meeste is hier bekend door de kersen. Maar het wordt niet hier alleen in de regio tot jam gemaakt, de kersen groeien ook hier? Ja. Oké. Okay. Nou, neem ook gewoon mee. Ja, die groeien hier heel erg goed en hij heeft verschillende soorten. Dus je hebt soms hele grote kersen en je hebt wat kleinere. Maar ja, het is wel heel leuk. De kersenwijn, kersensaus, kersenjam en dan nog de pure kersensap heb ik van, dus het is echt wel heel leuk omdat, omdat ik ook heel veel vragen heb naar samengestelde geschenkpakketten, kerstpakketten, dan heb je wel iets wat uit het eigen gebied komt. Zijn die streekproducten, zijn het nou over het algemeen producten die al heel veel jaren meegaan of wordt ook nog wel eens iets totaal nieuws gemaakt? Nou, het is zo dat Er worden ook steeds producten ontwikkeld en er worden producten ontwikkeld die het wel volhouden en andere weer die het niet volhouden. Mm. Dat is natuurlijk toch ook afhankelijk van hoe je, zullen we zeggen, waar het van gemaakt wordt, hoe het gaat met de verkoop en je moet ook een markt vinden. En ik heb een markt gevonden doordat ik in eerste instantie ging ik alleen naar markten en evenementen en dan promoten we Wieringen als het geheime Waddeneiland. En de Waddendelicatessen, dat was natuurlijk een mooie, naast de Wieringen koeken kon je dat echt wel wat leuks, want je kreeg al gauw vragen toen we de Wieringen koeken hadden en een Wieringen biertje. Dan wilden mensen een pakket met nog wat andere dingen erbij, dus toen ben ik dat ook zelf gaan inkoop allemaal en zo is dat gegroeid. Ja. Dus nu heb ik deze winkel en die is echt eind 2019 uitgebreid, dus het is nog groter geworden. En zo komt er steeds meer bij. Hey, ik zie hier zoep, drop en toch weer het bier wat ook al aan het begin stond. Is dat toeval dat het aan het begin en aan het eind staat? Of? Nou ja, goed, ik had het bier eigenlijk hier, ik had eerst wat minder en nu heb ik dan weer meerdere soorten, dus ik heb het hier toch maar bij elkaar een blok gemaakt, want heel veel mensen lopen gewoon langs dit schap te kijken en dan heb ik daar voor op die tafel wat meer geschenkverpakkingen allemaal staan. Ja. Dus dat is een beetje de geschenkkant en klare pakketjes, maar ik kan ook zoiets maken als iemand twee biertjes met wat nootjes of met een stukje kaas wil, dat kan ook allemaal. Ja. Dat zoeken ze dan zelf bij elkaar en maak ik dat ter plekke. Ik zie hier, dat zijn allemaal biertjes van de Helderse Jongens uit Den Helder. Ja, van de Helderse Jongens. En daar Tessels bier, maar dan dus niet die hele bekende Tessels brouwerij. Nee, dit is de nieuwe brouwerij van de Tesselaar. Dat is van de familie Dix. En nou ja, goed, ik kon via een leverancier die levert dat product. En het is natuurlijk nog nieuw en onbekend. En ze hebben gewoon leuke namen en het past bij Wieringen, eiland Kriebels en vroeger was Wieringen ook een eiland, dus het gewoon leuk om erbij te doen. Strandstruner en Razende Bok, dat komt Wieringen of mensen hier uit de omgeving ook wel bekend voor. Ja. En het geeft ook een beetje dat vakantiegevoel, hè? Lekker. Ja, ik denk toch dat ik ook een biertje mee neem. Oh, dat, en wil je dan een wat lichter wit biertje of een wat zwaardere? Ik zag vooraan volgens mij zo'n leuk pakje met vier verschillende flesjes. Ja, dat zit dus vier smaken. Ik denk dat ik dat gewoon doe. Ja. Oh ja, die staan hier ook. Oh, dat zijn deze ook? Ja. Dat is daar kan je gewoon En je mag ook een flyertje meenemen. Oh. Dit zijn vier verschillende? Ja. Ja, ik heb het idee dat dat huis wel opkomt.
Nou, mooi, dankjewel. Ik heb wat producten inmiddels, dat denk ik me even af gaan rekenen. Ja. Misschien heb je er een leuk tasje bij of zo. Nou, kijk eens, een mooi doosje voor jou. Nou, hey, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Hoi, hoi.